Alfa Laval Benelux uit Breda is benoemd tot Top Employer 2017. En dit betekent dat ze zich onderscheiden van anderen op het gebied van uitstekende arbeidsvoorwaarden. Top Employer word je echt niet zomaar. Van de bijna 1,6 miljoen bedrijven in Nederland zijn er maar 63 die deze titel mogen dragen dit jaar. Nou, Thijs, allereerst natuurlijk proficiat. Dat is best wel een eer. Wat betekent deze titel nou voor jullie? Nou, dat is belangrijk. Ik denk dat het vooral belangrijk is voor ons om die benchmark te hebben en te kijken van hoe staan we er nou eigenlijk voor ten opzichte van de buitenwereld. Mm-hmm. En dat is natuurlijk belangrijk als we om mensen willen ontwikkelen en we willen mensen aantrekken, dan moeten wij top zijn. Dan moet je top zijn, zeker. En anders dan word je ook niet gecertificeerd. Nee. Even vertellen, wat doet Alfa Laval precies? Alfa Laval. Alfa Laval is een Zweedse multinational om daarbij 4 miljard euro omzet, 17.500 medewerkers. Niet de kleinste. In misschien multinational gebied zeker, niet de grootste, maar zeker niet de kleinste. Nee, precies. Eigen producten, eigen ontwikkeling, eigen productie. Verkoop- en adviesorganisaties wereldwijd verdeeld in regio's. En een van die regio's is de Benelux. En hebben we ons hoofdkantoor in Breda. Werken we om en erbij met een 130, 140 medewerkers voor verkoop, advies en service. Ja, en wat dan precies? En wat doen we dan precies inderdaad? Want wat doet Alfa Laval? Wij zitten voornamelijk in de engineering. Ik hoorde het jou al zeggen, Guido. Hè, belangrijke markt voor jullie. Engineering. Machinebouw. Dus wij machinebouw, componentenleverantie en systemen. En dat doen we dan op het vlak van thermodynamica, warmteoverdracht, warmtewisselaars voor koelen en verwarmen. Maar bijvoorbeeld ook iets wat actueel is, energieterugwinning. Is heel daar belangrijk. Een groot onderdeel in. En andere technologieën, separatietechnologie. Moet je denken aan voedingsmiddelenindustrie, maar ook bijvoorbeeld de scheepvaart is een grote markt daarin. Ongelooflijk. Maar misschien als voorbeeld, als je kijkt naar de zuivelindustrie, we kennen natuurlijk alle producten bij de supermarkt. Mm-hmm. Maar dat komt allemaal van die koe. En die melk die moet uiteindelijk in verschillende onderdelen uit elkaar gehaald worden. En daar gebruiken ze onder andere separatietechnologie in onze machines voor. Kijk, dan zijn we een beetje rond. Het is een indrukwekkend bedrijf, maar daar gaan we het niet allemaal over hebben. Want we gaan het natuurlijk over hebben. Daar kan ik eindeloos over praten. Ja, inderdaad. Maar dat jullie voornamelijk heel erg goed zijn. Want er zit een instituut in Amsterdam, het Top Employer Instituut. En die certificeert wereldwijd bedrijven. De grap vond ik nou eigenlijk wel dat jullie eigenlijk gevraagd hebben van joh, jongens, meet ons eens door. Kijk nou eens wat wij hier aan het doen zijn, zo'n groot bedrijf. En kijk eens of we op de goede weg zitten. Ja. En hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja. Hoe komen ze langs, incognito? Deze komen niet incognito langs. En misschien wel goed om te zeggen, de processen worden doorgelicht. Hè? Ja. En worden gebenchmarkt. Dus het is nog niet de input van de medewerker. Maar dan kom ik misschien zo meteen terug. Juist. Het gaat juist over de processen. En het leuke en dan is eigenlijk processen ook, moeten we denken aan, wat heb je, het inwerken van nieuwe medewerkers, training, ontwikkeling, loopbaanbegeleiding, precies, dat soort processen. Succession planning-achtige zaken, performance development, dat soort dingen. Ja. En toen we daaraan meededen, de eerlijkheidsgebied ook te zeggen dat we eigenlijk niet meteen ervan uitgegaan waren dat we overal doorheen zouden komen. We hadden wellicht nog gedacht van we doen daaraan mee, we laten ons een keertje auditeren. En dan krijgen we onze leerelementen krijgen we terug. Dus vol trots eigenlijk. Want je krijgt een soort verslag eigenlijk van wat er nog niet aan klopt. Ja, inderdaad. Dat verslag moet nog komen trouwens. Dus dat zo gaat dat dan soms. De uitreiking is geweest. Het verslag komt met de details. Hoe we scoren, waar we scoren, waar dan de verbeterpotentieel. Maar je stelt jezelf wel natuurlijk heel erg kwetsbaar op het moment dat je zegt van hier, bekijk maar. Je moet alles openleggen. Ja, dat klopt. Is daar lang is over getwijfeld? Met de billen bloot, hè? Met de billen bloot, lijkt me wel heel spannend. Dat is ook spannend. Aan de andere kant denk ik dat het de verantwoordelijkheid van ons als bedrijf is. Als je uiteindelijk goed wil zijn voor je medewerkers, medewerkers aan je binden. Maar je wil ook in de markt zeg maar, de beste talenten aantrekken voor de toekomst. Dat je uiteindelijk dan ook jezelf laat benchmarken en ook kijkt of je dan goed ben. Ja. Want jezelf goed vinden en anderen jezelf goed laten vinden of anderen jou goed laten vinden is natuurlijk iets anders. Ja. Heel veel bedrijven hebben een soort van self-fulfilling prophecy, vinden het van zichzelf allemaal prima. Uiteindelijk is dat kwetsbaar, ik denk ook dat dat moet. Maar hoe gebeurt dat dan? Want dat vroeg je ook net zo mooi. Ja. Inderdaad, lopen ze met je mee? Halen ze je boeken op? Wat doen ze? Ze komen langs, ze willen de processen zien die we hanteren. Ze praten natuurlijk met mensen die processen hanteren.
leren binnen de onderneming. Dus je wordt eigenlijk volledig assessed en dat gaat echt een aantal dagen overheen. Met verschillende mensen binnen en verschillende interviews. Heb je dan ook nog dingen waar je nog wel aan moet werken, waar je net wat minder op scoort? Ja. En het mooie is eigenlijk dat naast dat Top Employer programma waar we in zijn en waar we dan het certificaat gehaald hebben, doen we binnen Alfa Laval ook nog medewerkers tevredenheidsonderzoek. En ik denk dat dat er misschien ook voor gezorgd heeft dat we natuurlijk toch boven gemiddeld gepresteerd hebben. Want we vragen elk jaar medewerkers de werkgever te beoordelen op een aantal punten. Daar komen actiepunten uit, zowel aan de goede kant als de slechte kant. En we hebben een systematische opvolging van al die actiepunten. Dus wat dat betreft is het ook zo dat onze medewerkers continu op jaarlijkse basis terugkoppeling geven, feedback geven aan de organisatie, waar wij dan ook weer proactief op reageren. En dat houdt jullie ook weer scherp. Ja. Dus is dat zeg maar het geheim van een goed lopend bedrijf, dat je elkaar scherp houdt, de kansen geeft om door te ontwikkelen en gewoon de medewerker en de werker zeg maar bovenaan plaatst? Ja, voor ons is dat nummer één. Zonder medewerkers en zonder zeg maar goed opgeleide medewerkers en lerende medewerkers kunnen wij het onderscheid niet maken in de markt. En het is aan ons als werkgever om te faciliteren. En het is uiteraard aan medewerkers om natuurlijk ook te willen leren. Ja. Zou je dit traject ook aanbevelen aan andere bedrijven in Brabant? Ja. Dan krijgen ze het heel erg druk daar in Amsterdam. Ja, ik denk dat het heel interessant is. Ja. En niet alleen in Brabant, ik denk breder ook dan dat. Ja. Maar absoluut. Ik denk dat elk werkgever die uiteindelijk wil groeien en zich wil onderscheiden, zou ook moeten durven zichzelf langs de lat te leggen van andere bedrijven. Dat is denk ik de beste tip. Dank je wel. Ja.